toen ik begon met de hoofddoek dragen, had ik echt... De enige die de hoofddoek droeg was mijn moeder. Voor de rest zag ik echt niemand om me heen met een hoofddoek. Dus toen ik begon met de hoofddoek dragen, dacht ik ook echt van... Oké, ik weet hoe het moet. Maar ik was al heel erg bezig met fashion en hoe ik me wilde kleden. En ik hield heel erg van me expressen door middel van mijn kleding. En ik dacht echt van, hoe ga ik die twee combineren? Want de dingen die ik nu draag, dus als iemand die geen hoofddoek draagt, kan ik niet meer dragen terwijl ik een hoofddoek draag. Dus bijvoorbeeld, moet me iets meer bedekken, kleding moet iets losser. Korte mouwen kan ook echt niet meer. Dus dat soort dingetjes. En toen dacht ik, hoe ga ik dit in vredesnaam doen? Zodra ik een hoofddoek heb. Wat Rotterdam voor mij heeft gedaan, is mij uit het noorden halen. En I think that's a big part as well, want... Zeg maar, wat Rotterdam voor mij eigenlijk heeft betekend is diversiteit. Dat is het. Maar dat is niet alleen Rotterdam, dat is echt de Randstad in general. En wat ik zelf wilde was gewoon weg uit het noorden. En mensen ontmoeten die zeg maar in allerlei perspectieven meer op mij lijken dan de omgeving waarin ik opgroeide. En het inspireert mij ook van om te zien van oké, we zijn er. Dit zijn wij. En ook dat we aan de buitenwereld kunnen laten zien van er is niet één soort. Je hebt dit, maar je kan ook dit hebben. Het kan niet gek genoeg zijn eigenlijk. The way the mom is dressing, it's like, het inspireert mij zeg maar. Als in dat we niet in één hok, dat ik niet in één hokje hoef te zitten. Want ik merk heel erg als je op een bepaalde manier je dresst, dat mensen dan ook verwachten dat je op een bepaalde manier bent. Dus als jij als hijabi bijvoorbeeld je zo dresst, denken mensen gelijk dat je heel erg losjes bent, buiten de regels wil zijn. Maar dit is gewoon een manier van expressen. En ik denk als iemand van zo'n leeftijd zich zo kan kleden, dan kan ik het nu toch ook. Als men zegt van, oh, maar hoe jij het draagt is wel mooi. Dat is absoluut geen compliment. Dat is echt geen compliment. That's like saying to someone, oh, je bent best wel mooi for a black girl. Dat is ook geen compliment. Want daarmee zeg je eigenlijk dat jij mooi bent. Maar al die andere mensen, your people, zijn niet zo mooi als jij bent. Terwijl dat is hetzelfde als ze zeggen van, zoals jij je hoofddoek draagt is wel mooi. Zo van, jij als moslima zijnde bent wel mooi in hoe je het draagt. Maar al die andere moslima's, cancel. Dat is echt niet... Dat is echt geen compliment. Dat zijn echt van die zinnen die ik gewoon het liefst niet hoor. En dan ga ik ook niet zeggen dankjewel. De allereerste keer dat ik een oordeel had ervaren, toen was ik 15, 16. En dan kan je eindelijk solliciteren voor je eerste baan. En toen, toen had ik een sollicitatiegesprek. En toen vervolgens hoorde ik of ik werd aangenomen of niet. En toen ben ik niet aangenomen. Because I'm black. Like, het is super sad, maar die vrouw zei gewoon van, ja, we denken dat je het niet aan kan, omdat de mensen die we hier krijgen zijn best wel racistisch. Dus we besluiten liever om je niet aan te nemen, zogenaamd uit self-protection. Maar ik dacht, dat is toch een keuze die ik zelf moet maken. En als je me daarvoor behoedt, dan komen we sowieso geen stap vooruit. Dat is gewoon de wereld waar we in leven. Dat was de allereerste keer dat ik eigenlijk recht in mijn gezicht gewoon een oordeel meemaakte. De vraag die je vooral krijgt als je een hoofddoek draagt is, waarom draag je een hoofddoek? First things first. En dan als je het uitgelegd hebt, dan is de tweede vraag van, oh, maar moest het van je ouders? Dat ik echt denk, nee, het moest niet van mijn ouders. Maar dat zijn echt van die, er is gewoon heel veel onbegrip voor het dragen van een hoofddoek. Mensen kunnen zich er gewoon niet in verplaatsen, ze snappen het niet en ze hebben zoiets van, ze kunnen zich niet voorstellen dat ze zelf een hoofddoek zouden dragen. Dus... De opmerking die ik dan vooral krijg is vooral van die waarom vraag vind ik niet zo erg, maar ben je gedwongen? En vervolgens ook nog de vraag van,
Ja, en wordt je partner dan ook gekozen? Dat ik echt denk, wat heeft dit er nou weer mee te maken? Dat is echt een correlatie die ik zelf niet zie. Maar believe me, er komen echt heel veel rare vragen bij kijken als je een hoofddoek draagt. But when me and Avelino used to make tracks. Live and die in the LDN and Nens is mad. She's crazy. Trappers and a whole family in the same damn flat. Eve trying to get a salary while Adam out here licking shots to the cats. Don't let. Shibs on a Friday pulling up a J-Bob's gaff. Two-two gal getting moved by a two-two man. Come off the decks if you can't mix, it's not happening. More time gunshots in the air like bat, 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 mad. Want als je bijvoorbeeld nu ziet, is dat Nike met een hijab, ja, sporthijab komt eigenlijk. Wat echt in eerste instantie super dope is. Maar ik denk, er zijn zoveel hijabi ontwerpsters die ook al met zo'n concept zijn gekomen. Om bijvoorbeeld het makkelijker te maken voor bedekte vrouwen om te sporten, te zwemmen, noem maar op. Maar die dan geen recognition krijgen. Terwijl een Nike, dat is een merk dat al zo groot is. Dat ik denk, geef dat platform. Like, help them to create something. Ga een collaboration aan of zo. Oké, jij moet even in. In die dinges van, oh, maar jij draagt het wel, man. Jij ziet er wel leuk uit. Mm-hmm. Dat hoor ik ook heel vaak. En dat is echt rude, oprecht. Dat denk ik, weet je, het is heel erg, ze bedoelen het op zich wel goed, maar at the same time, I'm just like, nee, je moet het niet gaan normaliseren. Nee, want right. Ja, iedereen interpreteert het op zijn eigen manier. Iedereen draagt het op zijn eigen manier. Weet je, mm-hmm. De ene dag doe ik het zo en dan heb ik een beanie op en denk ik, nou, ik wil gewoon het anders. En de andere dag is het gewoon traditioneel. En maar dat traditionele komt heel erg overeen met het beeld dat altijd in het nieuws komt. Mm-hmm. Ja. Van, als moslims dan iets fout doen. Dan zie je altijd van die traditionele moslims. Altijd zo gekleed, maar ze hebben een negatieve associatie daarmee, terwijl... Ja. Het is niet alsof... Ze doen denken dat we echt een keuze maken van, oh, je moet either go that way, of die. There's no in between. Nee. Of traditioneel, of gewoon super losjes, één van de twee. Ja, ik vind het is gewoon moeilijk om een black moslim te zijn. Er is zo weinig representatie. En sowieso in Nederland, als je bijvoorbeeld de moskeeën hebt, dan is het 9 van de 10 keer zijn. Is het of een Marokkaanse moskee of een Turkse moskee. En ik ging vroeger altijd met liefde naar de Turkse moskee. Maar al heel gauw merk je dat zij zeg maar onderling echt een groepje vormen. Waarin ik me steeds probeer tussen te wurgen. Terwijl ik echt denk van, jongens, er zijn veel meer moslims dan alleen maar de MENA mensen. Dus... Vaak worden donkere mensen ook echt als minderdanig gezien binnen die hele islamitische community. Terwijl ik echt denk, ons geloof is toch juist, we zijn toch eerst moslim en dan pas onze ethnicity. Dus waarom wordt er nog steeds gekeken naar ethnicity binnen ons geloof?